Geachte rector Magnificus, geachte leden van het faculteitsbestuur, lieve collega's, vrienden en familie, zeer gewaardeerde toehoorders, hier aanwezig en ook online. Ik zie wat jij niet ziet over het belang van perspectieven binnen de neurowetenschap. Zo luidt de titel van deze openbare reden waarmee ik vandaag mijn benoeming tot hoogleraar neuropsychologie in gezondheid en ziekte aan de faculteit der sociale wetenschappen van de Universiteit Leiden officieel en met veel plezier aanvaard. Ik wil met deze titel overigens helemaal niet claimen dat ik alles weet. Alles zie. Het had net zo goed, jij ziet wat ik niet zie kunnen zijn, maar dat is minder pakkend. Waar het vooral om gaat, is dat iedereen zijn of haar unieke kijk heeft op zaken. Bijvoorbeeld vandaag. Ondanks dat de woorden die de komende 45 minuten uitgesproken worden voor iedereen gelijk zijn, durf ik te stellen dat u vandaag allemaal net iets anders zult horen. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Gedreven door uw eigen interesses zullen bepaalde onderwerpen beter blijven hangen dan andere. Collega's die veel en nauw met mij samenwerken, zullen hopelijk veel herkennen en ik kan me voorstellen dat hun gedachten stiekem afdwalen naar de vervolgstappen. Mijn nichtjes zullen officieel bevestigd krijgen dat hun tante een nerd is en zijn hoogstwaarschijnlijk erg onder de indruk van de vorm en opsmuk die het verhaal dat verteld wordt kleuren. Dat iedereen, gekleurd vanuit zijn of haar perspectief, iets anders hoort of ziet, is niet per definitie een probleem. Maar dat kan het wel worden. Stel dat iemand hier vandaag niet aanwezig kon zijn en aan een van u vraagt wat de hoofdboodschap is geweest. Mijn nichtjes zullen geheid een andere versie van het verhaal geven dan mijn directe collega's. Het kan daarom wenselijk zijn om de gezichtspunten van meerdere mensen bij elkaar te voegen om een zo compleet mogelijk beeld te vormen van wat er is verteld. Ik hoor u bijna denken, dat is toch heel logisch? Ook binnen de wetenschap zou ik willen dat dit heel logisch zou zijn. Toch is het in de wetenschappelijke praktijk niet altijd vanzelfsprekend om perspectieven te verbinden, simpelweg door de manier hoe zij georganiseerd is. En precies daar gaat het over vandaag, over het belang van perspectieven, of exacter nog, over het belang van verbinding tussen perspectieven. Binnen de neurowetenschap, het werkveld waarin ik zelf actief ben, maar ook binnen de wetenschap in algemene zin. Door het verbinden van verschillende zienswijzen kunnen we ons werk verrijken. Iets wat voor complexe problemen waar we vandaag de dag mee geconfronteerd worden, in mijn ogen essentieel is. Ik zal dit toelichten aan de hand van de ervaringen die ik als onderzoeker en als voorzitter van een afdeling heb opgedaan. Met als belangrijke disclaimer: het beeld dat ik schets zal behoorlijk eenzijdig zijn. Je moet fouten maken om te kunnen leren. Het is een van de eerste dingen die ik zeg tegen promovendi die in mijn team komen werken. Daarna geef ik aan dat het vooral gaat om de manier waarop ze omgaan met de consequenties van een fout. Het vergt moed om te zien en te accepteren dat je als onderzoeker niet altijd alles in één keer goed kunt doen. Een van mijn grootste fouten, of misschien moet ik zeggen blinde vlekken, ontdekte ik toen ik via Marielle Huismans, GZ-psycholoog bij het OLVG, zijdelings betrokken raakte bij het vernieuwen van de richtlijn cognitieve revalidatie voor mensen met de hersenziekte multiple sclerose, in de volksmond beter bekend als MS. Voordat ik de diepte inga, is het belangrijk om te weten dat MS een chronische ziekte is van de hersenen en het ruggenmerg. De ziekte openbaart zich meestal tussen het 20ste en 40ste levensjaar. Naast de welbekende lichamelijke problemen die MS met zich meebrengt, zoals problemen met zien of lopen, krijgt meer dan de helft van de mensen met MS te maken met cognitieve stoornissen, oftewel problemen met het denken. Op de voorgrond staat het trager denken en problemen met het geheugen. Later in de ziekte worden ook de meer complexe cognitieve functies aangetast. Bijvoorbeeld de uitvoerende functies, waardoor het organiseren en plannen van activiteiten moeilijker lukt. Deze cognitieve problemen kunnen, naast de lichamelijke klachten, een grote impact hebben op de levens van de veelal jonge MS-patiënten.
Mensen met MS vertellen mij regelmatig dat de cognitieve problemen een grotere impact hebben op hun dagelijks functioneren dan de lichamelijke klachten. Waar lichamelijke klachten vaak gecompenseerd kunnen worden door hulpmiddelen, zoals een stok of rolstoel, ontbreekt een equivalent daarvan als het gaat om de denkfuncties. Het is dan ook geen verrassing dat er een grote vraag is naar manieren om de cognitieve functies van mensen met MS te verbeteren. Ook de richtlijn cognitieve revalidatie bij MS sluit aan bij deze behoeften van mensen met MS en zorgverleners. De centrale vraag in de richtlijn luidt: hoe dienen MS-gerelateerde cognitieve stoornissen behandeld te worden? Ik had hoge verwachtingen van de herziening van de richtlijn. Maar toen deze eenmaal werd uitgebracht, was ik teleurgesteld. Een zoektocht binnen de wetenschappelijke literatuur had geen effectieve cognitieve revalidatieprogramma's voor mensen met MS opgeleverd. Wat was er gebeurd met de resultaten uit het onderzoek van nationale en internationale collega's, inclusief dat werk van mijzelf, waarin verschillende cognitieve revalidatieprogramma's bij mensen met MS succesvol waren getest? Ik snapte er niks van. Totdat mij werd uitgelegd dat een interventie enkel in de richtlijn opgenomen kan worden wanneer het een verbetering in het dagelijks functioneren van de persoon met MS aantoont. Een significant betere score op een cognitieve test of een verandering in de hersenen waargenomen op MRI-scans werden niet gezien als waardevol, aangezien deze niet per definitie iets met het daadwerkelijke functioneren van de patiënt te maken hebben. Dit is een concreet voorbeeld van de kloof die bestaat tussen wetenschap en zorg. Binnen de klinische neurowetenschappen wordt groot belang gehecht aan zogenaamde objectieve, harde uitkomstmaten, zoals veranderingen in de hersenen die gekwantificeerd kunnen worden met behulp van MRI-scans of scores op gestandaardiseerde neuropsychologische testen. De subjectieve beleving van de patiënt wordt gezien als een softe uitkomst, die, iets wat gechargeerd, simpelweg door aandacht in de vorm van deelname aan onderzoek al beïnvloed zou kunnen worden. Iets waar je dus eigenlijk ver van weg wilt blijven als neurowetenschapper. Voor de behandelaren aan de andere kant was de redenatie van heel andere aard. Als verbeteringen op de zogenaamd objectieve maten zich niet vertalen naar het dagelijks functioneren van de persoon met MS, zijn de bevindingen van beperkte betekenis. Zij waren dan ook weinig onder de indruk als de persoon met MS 5 extra items op een artificiële boodschappenlijst kon onthouden, als dit in het dagelijks leven niet leidde tot minder problemen bij het doen van boodschappen. Ik realiseerde me al snel dat dit schisma tussen wetenschap en zorg een groter probleem was dan dat van mij alleen. Het hele wetenschappelijke veld had het hier af laten weten, een uitzondering daar gelaten. Ik vond het enorm frustrerend, omdat het in retrospect zo logisch was geweest om ook het perspectief van de patiënt mee te nemen. En hoe had uitgerekend ik, als dochter van een moeder met MS, dit perspectief uit het oog kunnen verliezen? Om te achterhalen hoe het zo heeft kunnen lopen, moeten we beginnen bij hoe we onderzoekers opleiden en hoe we het onderzoek inrichten. Veel wetenschappers worden opgeleid in één bepaald onderzoeksgebied op één specifiek onderwerp waar zij na verloop van tijd alles over weten. Ik noem ze daarom hyperspecialisten. De medische wereld, de wereld waar ik de eerste 14 jaar van mijn leven heb doorgebracht, is bij uitstek een plaats voor hyperspecialisten. Wanneer er sprake is van neurologische klachten, zoals bij MS, ziet de patiënt eerst een neuroloog. Deze beoordeelt aan de hand van het klinische verhaal of er nog andere hyperexperts geconsulteerd moeten worden. Een radioloog om mogelijke pathologie in de hersenen te visualiseren. Of de uroloog als er klachten zijn van de blaas. Een neuropsycholoog kan worden ingeschakeld als het erop lijkt dat er cognitieve problemen aanwezig zijn. En een klinisch psycholoog of psychiater wanneer stemmings- en persoonlijkheidsstoornissen de patiënt hinderen. De patiënt gaat naar de benodigde experts en krijgt van hen voor elk specifiek vraagstuk advies of behandeling. Omdat diegene exact weet hoe er naar dat specifieke probleem gekeken moet worden. Ook onderzoekers werken vaak vanuit hyperspecialisaties. Een probleem dat hierbij op de loer ligt, is dat iedereen zich bezighoudt met een klein stukje van het verhaal,
maar niemand het grote verhaal kent. Zo ook ik dus. Jarenlang heeft ons team geprobeerd om de onderliggende neurobiologische mechanismen van het cognitieve functioneren van mensen met MS te achterhalen. We vergeleken MRI-scans van mensen met MS met en zonder cognitieve stoornissen en we vonden van alles. Mensen met MS en cognitieve stoornissen hebben een slechtere integriteit van de witte stofbanen, een verminderd hersenvolume, een kleinere thalamus en hippocampus en een veranderde hersenactiviteit en connectiviteit. Ons werk vertrok vanuit het perspectief van de beeldvorming, de radiologie. De nieuwe MRI-technieken maakten het mogelijk om steeds preciezer naar de functies van de hersenen te kijken. En een fijn bijproduct waren die mooie plaatjes. Immers, het oog wil ook wat. De waargenomen veranderingen in de hersenen linkten wij vervolgens aan gedrag. In ons geval cognitie. Het perspectief van de radiologie werd verrijkt met dat van de neuropsychologie. Als ik er nu op terugkijk, zie ik hoe eenzijdig deze aanpak eigenlijk was. Het cognitieve functioneren van mensen met MS werd vaak gereduceerd tot één getal in een database, met weinig tot geen oog voor het type probleem waar iemand last van had, laat staan voor de lijdenslast in het dagelijks leven. Gegeven het feit dat het cognitieve functioneren van mensen met MS tot dan toe geen aandacht had gekregen, was dit een enorme stap vooruit. Een stap waar we trots op mogen zijn, omdat het de basis heeft gevormd van het voor het werk van een groot aantal MS- en cognitiewetenschappers over de hele wereld. Toch denk ik dat anno 2023 wij ook onze blinde vlekken onder ogen moeten komen en we het cognitieonderzoek misschien beter kunnen aanpakken in de nabije toekomst. Maar wat is dan beter? Dit heeft wat mij betreft te maken met het verbinden van perspectieven. Het is belangrijk om helder te formuleren wat ik bedoel met het verbinden van perspectieven. Ik bedoel namelijk alle mogelijke vormen waarbij informatie vanuit verschillende disciplines en stakeholders samenkomt. Dit kan in passieve vorm, zoals bij multidisciplinariteit, waar alle betrokkenen wel kennis nemen van het andere gezichtspunt, maar de informatie niet integreren in het eigen perspectief. Mooier vind ik daarom interdisciplinariteit, waar informatie vanuit verschillende disciplines wel actief wordt samengebracht, waardoor er een nieuwe tussenpositie wordt gecreëerd. Verbinden van perspectieven gebeurt ook bij transdisciplinair onderzoek, waar de urgente vragen vanuit de maatschappij of de patiënt worden opgeworpen en waar vervolgens praktijk en wetenschap kennis integreren op zoek naar oplossingen. Voor het gemak spreek ik in deze reden over interdisciplinariteit. Maar als u goed heeft opgelet, weet u nu dat ik meer bedoel dan dat. Hoe we de verbinding tussen perspectieven het beste kunnen faciliteren, is een van de uitdagingen die ik binnen mijn leerstoel graag aanga, waarbij wat mij betreft drie kernelementen centraal staan. Een kritische blik, samenwerking en durf. Laten we beginnen bij die kritische blik. Hiermee bedoel ik een kritische blik naar onszelf, naar hoe wij jarenlang het onderzoek hebben opgezet en uitgevoerd. Onze aanpak was pragmatisch, maar als we eerlijk zijn ook iets wat eenvoudig. We kunnen het cognitieve functioneren van mensen reduceren tot scores op cognitieve taken, maar de samenwerking met patiënten en experts uit andere disciplines heeft ons geleerd dat dat niet toereikend is. Het is bekend dat andere factoren onze cognitieve functies beïnvloeden, zoals slaap, vermoeidheid en stemming. Dit geldt overigens niet alleen voor mensen met een hersenziekte, maar ook voor gezonde mensen. Ik denk dat velen van u bekend zijn met een minder scherpe geest na een avond te weinig slaap of na het nuttigen van te veel alcohol. Terwijl deze factoren voor de neuropsycholoog in een klinische setting niet meer dan normaal zijn om mee te wegen in het oordeel over het cognitieve functioneren van de individuele patiënt, hebben wij als wetenschappers het er in het onderzoek moeilijker mee wanneer het over groepenpatiënten gaat. Eigenlijk waren er twee opties. Negeren van deze verstorende factoren of proberen de effecten ervan weg te filteren. In beide gevallen mis je een belangrijk stuk van de puzzel. Ik zou daarom graag willen dat we oog houden voor alle symptomen.
dat we, in plaats van individuele relaties te bestuderen, tussenfactoren, alle symptomen in één netwerk modelleren. Een zogenaamd symptoomnetwerk. Ik ben zeer verheugd over de samenwerking met Linda Douw, Menno Schoonheim, Jantine Rutgering en Maureen van Dam, waarin we deze nieuwe aanpak toepassen om te bekijken hoe symptomen elkaar onderling beïnvloeden, zoals dat ook in het echte leven gebeurt. Ik stel mezelf dit voor als het instrumentenpaneel in de cockpit van een vliegtuig. Ook daar is het belangrijk om te weten hoe de verschillende instrumenten van invloed zijn op elkaar. Het gaat niet alleen om de hoogte of alleen de snelheid, maar juist hoe deze met elkaar interacteren met inachtneming van de weersomstandigheden. Het is de samenwerking van deze krachten die bepaalt of een vliegtuig kan blijven vliegen. En voor degene die zich nu afvragen of ik een expert ben in vliegen, ik heb mijn perspectief laten verrijken door iemand die hier wel verstand van heeft. Wel denk ik dat we deze metafoor kunnen doortrekken en dat de interactie tussen verschillende symptomen bij een persoon met een hersenziekte bepalend zal zijn voor de cognitieve uitkomst. De kritische blik op het werk dat we eerder hebben gedaan en de gevoelde urgentie om het anders te doen maken dat we de complexiteit van vraagstukken nu omarmen in plaats van deze uit de weg te gaan. Ik verwacht dat dit zal leiden tot innovatieve inzichten voor mensen met MS, maar uiteindelijk ook voor mensen met andere hersenaandoeningen. Daarnaast is het belangrijk om kritisch te kijken naar hoe we cognitieve functies meten. Waar binnen de neurowetenschappen de ene technologische ontwikkeling naar de andere wordt geïntroduceerd, bijvoorbeeld optogenetica en nieuwe MRI-technieken, blijven innovaties om cognitieve functies te meten wat achter. Dit terwijl de wereld om ons heen behoorlijk is veranderd. Het meest duidelijke voorbeeld is misschien wel hoe wij navigeren. Ik herinner me nog goed dat toen ik kind was de kaart van Nederland en het stratenboek tot de standaard inrichting van onze Renault behoorden. Niks geen online navigatie. Ik denk dat steeds minder mensen raad weten met een kaart en stratenboek. De digitalisering van de maatschappij vraagt om een hernieuwing van hoe we de cognitieve functies van mensen kunnen meten. We zullen hierin moeten investeren, zodat het aansluit bij de leefwereld van vandaag. Ik heb dit voorbeeld overigens ongegeneerd gestolen van Ineke van der Ham, onze navigatiespecialist die sinds 1 januari de leerstoel technologische vernieuwingen binnen de neuropsychologie bekleedt. Ik weet dat zij hard op zoek is naar nieuwe manieren om de cognitieve functies te evalueren. Ik zal haar werk nauwgezet volgen en waar mogelijk uiteraard een steentje bijdragen. Voor Sietske Sikkes, Merel Postema, Maureen van Dam en Bernard Uitenhaag was de beperkte beschikbaarheid van de meetinstrumenten aanleiding om niet langer te wachten en zelf een nieuwe vragenlijst te ontwikkelen. In de zogenaamde MS-IADL-Q, die naam mag u ook gewoon weer vergeten, wordt gekeken hoe het fysieke en cognitieve functioneren van mensen met MS bepaalde activiteiten in het dagelijks leven beïnvloeden. Zo kan het perspectief van de persoon in diens dagelijkse omgeving goed meegenomen worden. Een concreet voorbeeld uit de vragenlijst is de vraag of iemand moeite heeft met koken en of dat komt door fysieke of cognitieve problemen. Als iemand namelijk krachtsverlies in een arm heeft, kan het zijn dat koken niet meer lukt, terwijl dat niets met de cognitieve functies van doen heeft. Andersom kan koken ook misgaan terwijl alle lichamelijke functies intact zijn. Koken is een complexe cognitieve activiteit waarbij veel gepland en gedeeltelijk gelijktijdig moet worden uitgevoerd. Tenminste, als je wilt voorkomen dat je biefstuk doorbakken is op het moment dat de groenten klaar zijn. Door te identificeren welke moeilijkheden in het dagelijks leven ontstaan ten gevolge van cognitieve problemen, kunnen we een brug slaan tussen wetenschap, zorg en de leefwereld van de patiënt. Een brug die essentieel is. Het is de kritische blik die ons scherp houdt en confronteert met onze eigen tekortkomingen als het gaat om onze methodologieën en meetinstrumenten. Interessant genoeg wordt deze kritische blik versterkt door samenwerkingen over disciplines heen. Het zijn juist deze samenwerkingen die ons dwingen onze methode goed toe te lichten aan de ander die helemaal niet zo bekend is met onze werkwijze. Hierdoor zullen interdisciplinaire wetenschappers zich net iets vaker dan normaal afvragen of de methodieken nog passend zijn voor de vragen die we willen beantwoorden.
Het grootste risico van werken binnen een hyperspecialisatie is dat je te nauw kijkt en bepaalde perspectieven uit het oog verliest of minder scherp wordt op je eigen aanpak omdat iedereen het op dezelfde manier doet. Zoals ik in mijn onderzoek naar cognitieve revalidatie, waar ik gevoed vanuit de neurowetenschappen focuste op de plasticiteit van de hersenen en de belevingswereld van de patiënt te weinig aandacht gaf. Eind vorig jaar zei Marieke Adriaans het al in haar oratie. Het is tijd om de oogkleppen af te zetten en je te laten voeden door de context. Ik zou willen stellen dat bij elke vraag die je wilt beantwoorden, je vooraf een stakeholder-analyse moet doen. Wie hebben er allemaal baat bij het onderzoek? En wat zijn de specifieke wensen van elke stakeholder? Of concreter, wat heeft de persoon met MS nodig? Wat de neuroloog? Welke fundamentele inzichten wil de onderzoeker inwinnen? Door het grotere geheel in kaart te brengen en alle verschillende perspectieven met elkaar te verbinden, worden de gedachten van alle betrokkenen verrijkt. Door samenwerking met partners uit andere disciplines, soms zelfs van buiten de academie, kan het zijn dat onderzoeksvragen net een iets andere focus krijgen dan de individuele onderzoeker voor zichzelf had bedacht. Dat betekent dat binnen zo'n samenwerking enkele mensen hun focus zullen moeten aanpassen in het belang van de groep. Voor sommigen van ons is dit nieuw en misschien lastig, maar ik ben ervan overtuigd dat dit uiteindelijk zal leiden tot onderzoeksvragen die gaan over de kern van het probleem nadat het probleem in zijn totaliteit is bekeken. Uit ervaring kan ik zeggen dat het fantastisch is om disciplineoverstijgend te werken. Het is inspirerend en motiverend om mensen om je heen te verzamelen die allemaal hetzelfde doel nastreven, terwijl elk van hen unieke kennis meebrengt. Ik durf te stellen dat ik er een betere wetenschapper door ben geworden. Ik kan relevantere vragen stellen en heb meer inzicht hoe alles met elkaar samenhangt. Maar ik zou liegen als ik zeg dat het makkelijk is. Het verbinden van perspectieven vraagt tijd, veel tijd, van alle betrokkenen. Je moet in elkaar investeren, benieuwd zijn naar elkaar en niet het minst belangrijk, op elkaar durven vertrouwen. Binnen ons Don't Be Late project betekent dit dat een grote groep wetenschappers vanuit verschillende disciplines en universiteiten, farmaceutische en medtechbedrijven, een commerciële sportschool en de MS-vereniging Nederland samenwerken om mensen met MS zo lang mogelijk te laten deelnemen in de maatschappij met een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. U moet weten, er was urenlang overleg nodig voordat we als groep achter kwaliteit van leven konden staan als de hoofduitkomst. De zogenaamde harde uitkomsten, zoals MRI, bloedwaarden, cognitieve testscores en verzuimpercentages op het werk, bekijken we ook, maar pas in tweede instantie. Voor de begeleiders, en nu komt er een hele lijst, dat is inherent aan grote samenwerkingen, Martin Klein, Brigitte Jong, Menno Schoonheim, Karin van der Hielen, Frederike Schaafsma, Vincent de Groot, Bernard Uitenhaag en Guy Widdershoven, is het voor het eerst dat we in deze samenstelling aan zo'n groot vraagstuk werken. Daarbij hebben wij de unieke kans om een nieuwe generatie onderzoekers op te leiden, voor wie het interdisciplinaire werken heel vanzelfsprekend is. Ik kijk uit naar de ontwikkeling van Pauline Waskowiak, Jip Aerts, Shalina Sadal, Sabine van der Veen en Esther Schippers. Ik hoop dat zij te alle tijden een open en verbindende houding zullen aannemen richting zaken die buiten hun primaire expertise vallen. Ik zie hen nu al als de specialisten in verbinden, de bruggenbouwers die we zo hard nodig hebben voor onze complexe problemen. Ik noemde het eerder al. Om perspectieven te verbinden heb je durf nodig. Durf om te vertrouwen op andermans expertise. Een groot voordeel van het zijn van hyperspecialist is dat je zeker bent over je eigen kennis en kunde met betrekking tot dat ene specifieke onderwerp. Op het moment dat je meerdere hyperspecialisten laat samenwerken, zullen zij altijd het idee hebben zich op glad ijs te begeven als het gaat om andermans discipline. En precies dat is oké. Het laatste wat de bedoeling is om iemand hyperspecialist te maken in meerdere disciplines. Waar het wel om gaat in mijn ogen, is dat we voldoende generalisten om ons heen verzamelen.
Zij kunnen de kennis vanuit de verschillende disciplines samenbrengen om uiteindelijk de kwaliteit ervan te vergroten. Je kunt dit in het eerste instantie in het klein uitproberen. Zo heb ik onlangs met Priska Zuber, Veronique de Gucht en Ralf Benedict een plan gemaakt om te zoeken of het trainen van een persoonlijkheidseigenschap met behulp van zelfregulatietechnieken de effectiviteit van cognitieve revalidatie kan vergroten. Ik weet vrij weinig van zelfregulatietechnieken, maar des te meer over cognitieve revalidatie. Terwijl voor anderen in deze samenwerking de balans net andersom ligt. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat voor een samenwerking als deze hier niet echt een deurval hoeft te zijn. De kennis en disciplines zijn anders, maar schuren erg dicht langs elkaar. Het verbinden van elkaars werelden is hier relatief makkelijk. Meer durf is er nodig om met mensen uit andere disciplines te werken aan onderzoeksvragen die verder van het gebaande pad liggen. Op het eerste gezicht hebben spierziekte, traumatisch hersenletsel en MS wellicht niet zoveel met elkaar gemeen. Toch blijkt dat patiënten met deze aandoeningen allemaal ernstig vermoeid zijn. Terwijl de patologie vaak leidend is in onderzoek, zou je er ook voor kunnen kiezen de mensen achter de ziekte centraal te stellen. Dit vanuit de hypothese dat mensen met bepaalde symptomen, zoals vermoeidheid, misschien wel meer op elkaar lijken dan de onderliggende patologie waar ze last van hebben. Ik ben blij dat ik mede-pioniers Hermien Kan, Wilco Peul en Jan Verschuren heb ontmoet bij het LUMC en dat zij een open blik hebben ten opzichte van andere perspectieven naast het biologische. Daar is moed voor nodig, omdat dit betekent dat je je eigen blinde vlekken moet kunnen identificeren en vooral moet kunnen accepteren. Graag wil ik een uitspraak van Wilco, de neurochirurg, met u delen. Als ik een patiënt met hersentrauma heb geopereerd, is het wat mij betreft klaar. In praktijk blijkt het alleen vaak helemaal niet klaar te zijn en blijft de patiënt verschillende problemen ervaren, zoals cognitieve stoornissen en vermoeidheid. Daar moeten we iets mee in het belang van de patiënt, maar ik realiseer me ook dat mijn kennis en expertise ontoereikend zijn om dit op te pakken. Daarom ben ik blij dat jij naar Leiden bent gekomen. Oog hebben voor waar je eigen expertise stopt, openstaan voor perspectieven van andere betrokkenen en vervolgens je schouders eronder zetten om gezamenlijk deze perspectieven met elkaar te verbinden voor de patiënten en voor de zorg, dat is wat we meer nodig hebben en dat vraagt durf. Het is belangrijk dat de omgeving waarin je werkt ruimte biedt voor samenwerking over de grenzen van disciplines heen. Dit betekent concreet dat tastbare output wellicht langer op zich laat wachten, omdat er meer voorbereidingstijd nodig is. Niet iedereen kan een prominente plaats op het artikel krijgen vanwege de vele experts die betrokken zijn. Zaken die voor de individuele wetenschapper juist van groot belang zijn als het gaat om carrière maken. Dit maakt dat het niet voor iedereen aantrekkelijk is om dergelijke samenwerkingen aan te gaan. Het vergt dus ook durf van leidinggevenden om deze patronen te doorbreken. Door onderzoekers die over disciplines heen kijken, daarvoor te erkennen en waarderen. Op nationaal niveau wordt het belang van dit type samenwerking al enige tijd onderstreept. En ik ben blij dat interdisciplinair werken ook in de strategie van de Universiteit Leiden een expliciete plek heeft gekregen. Te meer omdat ik denk dat het verbinden van perspectieven de sleutel is naar nieuwe inzichten. Maar bovenal vraagt het durf om continu dat grotere plaatje te blijven zien, om uit te kunnen zoomen in een wereld waarin zoveel ingezoomden aan het werk zijn. En dat brengt mij bij het onderwijs, omdat ik denk dat we ons onderwijs beter zouden kunnen laten aansluiten op het interdisciplinaire werken en onze studenten beter kunnen voorbereiden. De promovendi binnen Team Don't Be Late worden opgeleid als interdisciplinaire denkers. Iets wat ze in hun studie maar minimaal hebben meegekregen. Ik denk dat het goed is om ook in het onderwijs deze grensverleggende manier van werken te stimuleren. Binnen het onderwijs zijn we namelijk ook gek op hyperspecialisten. Waar vaak gestart wordt met een brede basis in de bacheloropleiding, bevat de vervolgstap, de master, vooral theorie en praktijk binnen één specifieke richting. Een open en verbindende houding richting perspectieven van buiten de eigen discipline
is iets wat nu nog beperkt aangeleerd wordt. Terwijl dit wel heel erg nodig is. Kirsten Buitelaar, oud-studentlid van het opleidingsbestuur van het Instituut Psychologie, beaamt dat een brede blik over disciplines heen ontbreekt in de psychologieopleiding en zegt hierover het volgende. Door een andere manier van denken aan te leren, een manier die leert uitzoomen en dingen van een andere kant te bekijken, zullen beginnend beroepsbeoefenaars naar mijn mening veel steviger in hun schoenen staan met een breder palet aan handvatten om in te zetten indien nodig. En dat is precies waar we volgens mij met z'n allen nastreven. Het opleiden van een nieuwe generatie zelfverzekerde psychologen. Daarom zou ik het een goede eerste stap vinden om aan alle masteropleidingen een blok filosofie toe te voegen. Toen ik in 2020 de master filosofie, bioethiek en gezondheid afrondde, kreeg ik regelmatig de vraag wat ik er nou eigenlijk van geleerd had. Los van de kennis over de verschillende filosofen en hun denkwijze, had ik vooral geleerd beter na te denken. Binnen de filosofie staat een onderzoekende houding centraal, waarbij extra nadruk ligt op het in beeld brengen van alle mogelijke perspectieven. Alleen zo kun je een gedegen theoretische analyse uitvoeren. Het dwingt je om een zo volledig mogelijk beeld te vormen van hetgeen je onderzoekt, en de argumenten zijn vaak rijker dan wanneer je het vraagstuk vanuit één perspectief zou hebben benaderd. Het is precies deze mindset die voor de interdisciplinaire denker essentieel is. Samen met Lisbeth van Vliet zal ik dit jaar in de keuzecursus Perspectieven binnen de klinische neurowetenschappen masterstudenten psychologie proberen te verleiden om zo'n 360 graden perspectief aan te nemen. Dit doen we rondom een tweetal neurologische aandoeningen, MS en hersentumoren. Door verschillende experts, onder wie neurologen, bedrijfsartsen, ergotherapeuten, psychologen, wetenschappers en ervaringsdeskundigen over dezelfde ziekte te laten spreken, leren de studenten de ziektes vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Vervolgens worden zij uitgedaagd om de informatie te integreren en te bedenken hoe deze integratie van kennis meerwaarde heeft ten opzichte van enkelzijdige kennis. De brede blik zorgt ervoor dat zij uiteindelijk betere onderzoekers of hulpverleners worden, omdat ze in staat zijn het hele verhaal te zien in plaats van een klein onderdeel ervan. Het echte over de grenzen werken is mijnzins niet iets wat je volledig uit de boeken leert. Het is eerder een houding die vooral ontwikkeld moet worden door te leren van alle betrokkenen in het proces. Ik zie het als een van de grootste uitdagingen, passend bij mijn leerstoel, om deze manier van werken uit te dragen en te blijven zoeken naar manieren om deze houding te stimuleren onder de nieuwe generatie studenten. Maar wacht even, zeg ik hier nu eigenlijk dat iedereen generalist moet zijn? Nee, wat mij betreft hoeft niet iedereen over disciplines heen te werken. Het is een middel naar een doel, maar niet een doel aan zich. We moeten vooral zorgen dat we een goede mix van hyperspecialisten en generalisten opleiden en zorgen dat die elkaar op de werkvloer tegenkomen. Dan volgt de rest vanzelf. Dit vormt een mooie brug naar het belang van leiderschap bij het verbinden van perspectieven. Ik zie wat jij niet ziet. En de kleur is zwart. En nee, ik doel nu niet op alle zwarte toga's die hier in de zaal zitten. Ik bedoel hiermee de 900 kilo wegende zwarte Mary, waar ik 2 keer per week leiding aan geef. Van haar heb ik geleerd dat er 2 ingrediënten van groot belang zijn als het gaat om leiden. Aandacht en verbinding. Als ik in mijn hoofd blijf hangen bij de zorgen van de dag, heeft zij dit direct in de gaten en past haar gedrag daarop aan. Meestal is dit niet het gedrag wat de samenwerking ten goede komt. Als vluchtdier staan paarden continu op scherp om op te vangen wat er in de omgeving gebeurt en vormen hiermee een spiegel voor een ieder die met hen werkt. Het is niet voor niets dat paarden regelmatig worden ingezet in leiderschapscursussen. Elke intrinsieke twijfel of afleiding zal haar zijn worden opgepikt en worden teruggegeven door het paard. Leiding geven is meer dan iets dat je er even bij doet. Tenminste, als je het goed wilt doen. Zelf heb ik voor de volle 100% gekozen voor het sectievoorzitterschap, ondanks dat vele mensen in mijn omgeving zich afvroegen of het niet zonde was, omdat dit mij zou afleiden van mijn onderzoek. Het klopt dat naast onderzoek en onderwijs
het welzijn en ontwikkelkansen van mensen binnen mijn afdeling ook een groot deel van mijn tijd in beslag nemen. Problemen waar de academie mee te maken heeft, zoals de hoge werkdruk en het gebrek aan transparantie over carrièremogelijkheden, kom ik bijna elke dag tegen. En dat vind ik niet erg. Graag help ik mee om de cultuur in de academie te veranderen. Het helpt dat ik me vanuit de jonge academie en binnen de landelijke regiegroep Erkennen en Waarderen al geruime tijd actief inzet om de discussie te voeren rondom het erkennen en waarderen van academici. Na bijna 4 jaar van discussiëren en hypothetiseren voel ik, en samen met mij gelukkig meer mensen, de drang om de cultuuromslag daadwerkelijk handen en voeten te geven. We moeten van denken naar doen. Als sectievoorzitter en als projectleider erkennen en waarderen van het Instituut Psychologie kan ik hier een mooie rol bij spelen. Ik ben trots op mijn collega's van de afdeling Gezondheid, Medische en Neuropsychologie, omdat zij het afgelopen jaar proactief hebben meegedaan aan de dialoogsessies en we met elkaar het gesprek zijn aangegaan over dit onderwerp. Dat we samen de zogenaamde low-hanging fruits hebben geïdentificeerd, concrete actiepunten die we zonder grote bureaucratische bezonjes alvast kunnen inzetten in de richting van een meer diverse academische cultuur. Ideeën variëren van het scholen van alle mensen in een leidinggevende positie tot aan het aanpassen van de manier hoe het resultaat- en ontwikkelgesprek wordt gevoerd. Hierbij zal er uiteraard worden afgestemd met het universiteitsbrede Academia in Motion. Ik ben in het bijzonder blij met de sparringssessies met Sarah de Rijke en Marieke Adriaanse. Het is enorm waardevol en inspirerend om hun rijke perspectieven op erkennen en waarderen mee te nemen naar het niveau van de secties. Zelf zie ik het opstellen van een strategie als een van de belangrijkste elementen om te kunnen bouwen aan erkennen en waarderen. De Universiteit Leiden heeft 1 jaar geleden een strategisch plan geïntroduceerd met de passende titel Vernieuwen en Verbinden. Ook de faculteit Sociale Wetenschappen en heel binnenkort het Instituut Psychologie hebben een visie- en strategieplan gemaakt. Een logische volgende stap is dat de sectievoorzitters een strategie maken voor de afdeling en de individuele werknemers voor hun eigen carrièrepad. In de ideale wereld valt dit allemaal samen. Vragen die ik mij als sectievoorzitter stel zijn: wat is het waarom wij bestaan en wat gaan wij oplossen? Hoe draag je als afdeling bij aan het grotere geheel? En wat is de rol van het individu in het grotere plaatje? Ook hierbij gaat het om durf. Durf om het anders te doen. Te reflecteren en met elkaar te bepalen of de nieuw ingeslagen weg de juiste is. En als dat niet het geval is, toon dan de durf om het bij te stellen totdat je daar uitkomt waar je uit wil komen. Ik hoop dat we toewerken naar een cultuur waarbij perspectief wordt geboden aan de mensen die erin werken en dat er vanuit verschillende perspectieven wordt gekeken naar individuele mensen en hun talenten. Een duidelijke missie en visie kan daarbij helpen, omdat academici dan beter kunnen kiezen waar ze aan bij willen dragen in plaats van met een schot hagel alles te doen. Dat betekent dat we ons denken moeten aanpassen. Minder vanuit het individu en meer vanuit het team. Die beweging in gang zetten, voor te leven en te stimuleren is een taak waar ik mezelf vol voor zal inzetten de komende jaren. Ik begon deze reden met de opmerking dat u vandaag allemaal iets anders zult horen, afhankelijk van het perspectief van waaruit u bent gaan luisteren. Toch hoop ik dat het voor de meesten van u helder is waar ik voor sta en waar ik naartoe wil. Om verwarring te voorkomen wil ik eindigen met het benoemen van 3 toekomstambities, 3 richtingen, die, zoals uit mijn verhaal blijkt, onderweg altijd zullen en kunnen worden bijgesteld door de input van andere perspectieven. Voor het onderzoek betekent dit dat ik me wil inzetten op het transdiagnostisch kijken naar de mens achter de ziekte. Ik ben naast de pathologie vooral benieuwd naar de invloed van persoonlijkheid, psychologische factoren, weerbaarheid, de sociale omgeving en zingeving op de ervaren cognitie en symptomen. Daarbij ben ik benieuwd naar welke factoren overlappend zijn tussen diagnoses en welke niet. Dit vergt een volledige interdisciplinaire aanpak waarbij ik veel verschillende mensen nodig zal hebben, omdat het in mijn eentje nooit gaat lukken. Mijn 2e ambitie is een rolmodel zijn voor studenten, promovendi, postdocs en een ieder die het nodig heeft als het gaat om de toegevoegde waarde van interdisciplinaire samenwerking. Ik wil uitdragen waarom deze aanpak de onderzoeksvraag kan verrijken.
Ik streef ernaar om samen met de onderwijsontwikkelaars te zoeken naar mogelijkheden om de interdisciplinaire houding ook in het onderwijs te verankeren. Met op zijn minst een toevoeging van een blok filosofie aan het curriculum en idealiter een interdisciplinair vak in elke masterspecialisatie. Mijn derde stip op de horizon is mezelf te ontwikkelen als leider waarbij aandacht voor en verbinding tussen mensen voorop staat. Ik droom van een team bestaande uit hyperspecialisten en generalisten, zodat we alle verschillende typen onderzoeksvragen met elkaar kunnen tackelen. Waarvan we uiteindelijk zullen zeggen, het geheel is meer dan de som der delen. Dat ik hier vandaag sta, is mogelijk gemaakt door heel veel mensen om mij heen. Ik wil een aantal mensen in het bijzonder noemen. Maar als je niet genoemd wordt, wil dat niet zeggen dat ik je niet dankbaar ben. Daarom, aan iedereen die een rol heeft gespeeld in mijn pad hier naartoe, dank jullie wel. Dan, alle mensen met MS die de afgelopen jaren hebben meegedaan aan onze onderzoeken. Dank jullie wel voor het unieke perspectief dat jullie hebben geboden en voor het vertrouwen in de wetenschap. Dank aan het College van Bestuur van de Universiteit Leiden en de leden van de benoemingsadviescommissie voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik wil onze decaan, Paul Wouters, hier in het bijzonder noemen. Dank voor jouw open blik en intrinsieke steun voor erkennen en waarderen. Hooggeleerde Evers, beste Andrea. Het was een eer om het stokje van jou over te nemen als sectievoorzitter bij GMN. Ik wil je bedanken voor je goede zorgen, je vriendelijke houding en dat ik zoveel van je heb mogen leren als het aankomt op besturen en management. Lieve GMN'ers, dankzij jullie heb ik me vanaf de eerste dag thuis gevoeld in Leiden. Het is een cadeautje om met zoveel slimme en getalenteerde mensen te mogen werken en ik kijk uit naar wat de toekomst ons te bieden heeft. Sigrid Bouwmeester en Kim Binnendijk, jullie zijn een supersecretariaat. Zonder jullie ben ik nergens, soms zelfs letterlijk. Ineke van der Ham en Harriet van Middendorp, als respectievelijk onderwijs- en onderzoekscoördinator. Dankzij jullie is mijn leiderschap niet direct geflopt. Dank voor jullie hulp, steun en vooral ook gezelligheid. Samen met Marieke Adriaanse kwam ik als nieuweling in Leiden. Je bent van onmisbare waarde geweest in de beginfase en nog steeds. Fijn om te weten dat ik er een maatje bij heb. Veel dank aan de andere sectievoorzitters en het instituutsbestuur en Marjolein van Rijzen. Jullie hebben ervoor gezorgd dat ik een zachte landing heb kunnen maken bij de verhuizing van het ziekenhuis naar de universiteit. De eerste 14 jaar van mijn wetenschappelijke leven heb ik namelijk in het MS-centrum Amsterdam doorgebracht. Daar is de basis gelegd voor hoe ik vandaag de dag als wetenschapper ben. Jeroen Geurts, Bernard Uitenhaag, Chris Polman en Frederik Barkhoff. Ik ben jullie dankbaar voor alles wat ik heb mogen leren en de kansen die ik heb gekregen. Leden van Team Don't Be Late en Charlotte Teunissen, Linda Douw, Aart Nederveen en Anouk Schanté, dank voor de samenwerkingen nu en in de toekomst. Menno Schoonheim, lieve Menno, samen studeren, samen promoveren, samen postdoc, samen UD en verder, totdat ik ineens besloot naar Leiden te gaan. Het is volgens mij vooral een teken dat onze vriendschap niet onder de indruk is van 30 kilometer afstand. Dank je wel dat je er altijd voor mij bent. Promovendi, Marijn, Stefanos, Ariane, Maureen, Pauline, Jip, Shaline, Chloe en nieuwste telg Anna. Ik vind het verschrikkelijk leuk om met jullie te werken en jullie te zien groeien. Op een schaal van 1 tot 10 geef ik dit onderdeel van mijn werk een dikke 10. Sabina, Esther, Priska, Aida, Monique, Karin en Eliane. Jullie maken het team compleet. Het is een voorrecht om met jullie te mogen werken. Als je meerdere perspectieven wilt verbinden, is het noodzakelijk om samen te werken. MS-vereniging Nederland, dank dat wij altijd met jullie mogen sparren als het gaat om de stip op de horizon en dat we nu echt samenwerken in het Don't Be Late-project. MS Sherpa, we spreken elkaar duidelijk een andere taal, maar gelukkig leren we snel. Ik denk dat we samen aan iets moois bouwen. Personal Fitness Nederland, vandaag aanwezig in de vorm van Sietse en Tim. Ik kijk uit naar onze bijzondere samenwerking. De afgelopen 5 jaar was ik onderdeel van een wetenschappelijk, zeer interdisciplinair bonusgezin, de Jonge Academie. Dank voor alle stimulerende gesprekken en verrijkende, geurende projecten.
Dan is er Brein in Beeld, een stichting om neurowetenschap naar het algemene publiek te brengen. Lieve Bibbers, super dank voor jullie energie en goede ideeën. Alles wat ik met jullie samen doe, is altijd alleen maar leuk en lol. Ik kijk uit naar nog veel mooie projecten. Lieve familie, schoonouders, vrienden en buren, dank jullie wel dat jullie hier vandaag zijn en voor jullie steun along the way. Lieve paardenvriendinnetjes, of moet ik zeggen, feestende manege mensen, het maakt niet uit. Ik ben blij dat we elke week zoveel lol maken. Hooggeleerde Geurts, lieve Jeroen, je bent voor mij een mentor, collega, maar bovenal vriend. Ik blijf me verwonderen over hoe twee verschillende mensen zo verschrikkelijk veel op elkaar kunnen lijken. Dank je wel voor je steun en dat je altijd in mij hebt geloofd, zelfs op de momenten dat ik dat zelf niet deed. Lieve Sander, Michael, Kenneth, Renate, Ilene, Lonneke en de kids. Ik weet dat jullie lang niet altijd begrepen waar ik mee bezig was, maar dank voor de ruimte die jullie mij hebben gegeven om te doen wat ik moest doen. Lieve Joy en Lotus, mijn oprechte excuses dat jullie op 6-jarige leeftijd het woord hippocampus moesten leren, omdat ik dat grappig vond. Jullie zijn de zonnetjes in mijn leven. Dank jullie wel voor jullie humor en liefde. Mike, een apart woordje voor jou. Wat waren de afgelopen maanden zwaar? Maar wat was ik blij dat we het samen konden doen. Dank voor je onvoorwaardelijke steun, liefde, mooie logo's en ook de afbeeldingen van vandaag. Liefste Mark, wees gerust. Ik zal hier de korte versie geven. Jij bent mijn alles en meer dan dat. Vandaag is van ons, zonder jou had ik dit niet gekund. Door jou word ik een verrijkte versie van mezelf. Dank je wel voor alles. Wat had ik graag gewild dat mijn ouders hier op de eerste rij hadden gezeten. Lieve mama en Ed, het heeft helaas niet zo mogen zijn. In gedachten waren jullie er bij elke stap bij. Ik beloof dat ik niet naast mijn schoenen zal gaan lopen. Dank voor het leven. Deze oratie is voor jullie. Ik heb gezegd.